Wat mijn passie is, is dat als interventiecardioloog je echt iets kan bijdragen en echt de patiënt instantaan kan helpen. En dat is fantastisch. Bij mijn opleiding als interventiecardioloog kreeg ik vrouwen die klachten hadden, maar als je dan de hartkatheterisatie verrichtte, zag je eigenlijk geen vernauwingen in die bloedvaten. Je zag wel wat ziekte, maar vaak niet zo ernstig. Het begon me eigenlijk wel op te vallen. Ook omdat die vrouwen wel zeiden van, ja, maar ik heb klachten. Als dat het dan niet is, wat is het dan wel? Wouter Bos en Chris Polman, decaan, hebben 1,5 jaar geleden eigenlijk de opdracht gegeven aan mij om gender in VU op een hoger plan te brengen. Zijn er man-vrouw verschillen? Daar moet je in eerste instantie überhaupt naar kijken. We staan hier op de hartkatheterisatiekamers van het VU Medisch Centrum. Daar gebeuren diverse onderzoeken. Enerzijds elektrofysiologisch onderzoek. Anderzijds, en dat is de core business eigenlijk, zijn het hartkatheterisaties of dotterbehandelingen. Door aanvullende technieken, geïntegreerd in het hele systeem, ben je in staat een patiënt eigenlijk ook vrij direct diagnostiek te verrichten, maar ook daardoor de juiste behandeling te geven. Een essentieel verschil is de hormonale huishouding tussen mannen en vrouwen. Daarom spreken we ook bijvoorbeeld van vrouwspecifieke risicofactoren. Die heeft een man niet, omdat hij die hormonen, met name het oestrogenen, niet heeft. Bijvoorbeeld roken is schadelijker bij vrouwen dan bij mannen. En daardoor ontwikkelen zij eerder een hartinfarct dan bijvoorbeeld mannen. De verschillende onderzoeksinstituten zijn er nu ook bij betrokken. Maar ook de implementatie van bestaande kennis, want er is al veel kennis in het onderwijs. Zodat het anders dan ik heb geleerd, nu in de schoolboeken ook al staat van een vrouw die bij de dokter komt, kan andere klachten hebben als je denkt aan hart- en vaatziekten. Beam & Ink is een maatschappelijk georiënteerd platform. Dat richtte zich eigenlijk eerst op, op de vrouw en de emancipatie. Ze zagen eigenlijk ook dat daar nog een ander onderwerp lag en dat was de vrouw en gezondheid. Vanuit de cardiologie waren we wel bezig om het onderwerp te agenderen, maar dat is dan een stukje van de hele gezondheidszorg. Zij hebben dat opgepakt om binnen het ministerie, overheid, ziektekostenverzekeraars op het netvlies te krijgen. In samenspraak met de industrie, of zij komen naar jou of jij gaat naar hen. Omdat je dan behoefte hebt aan verbetering op een bepaald vlak. En anderzijds is het ook dat de industrie aan jou vraagt van denk eens mee. Of als je dit gebruikt, hoe voelt dat, hoe is dat, of zou je dat anders willen? Ik denk dat dat zeker in dit opzicht aanmerkelijk beter kan. En dat dat echt wel enorm belangrijk is om snel een goede stap te kunnen maken. Uiteindelijk zie ik natuurlijk het ultieme dat we deze aandacht in feite niet meer nodig hebben. Grosso modo zullen een aantal zaken precies hetzelfde aangepakt moeten worden. Maar dat is, kun je pas zeggen nadat je ernaar gekeken hebt. En dus die stap van ernaar kijken moet steeds nog beter gebeuren. En binnen gezondheidszorg is dat zo, maar ook binnen andere facetten in de maatschappij is dat zo.